allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Maya als je me nog niet kent. En vandaag wil ik het met jullie hebben over mensen die zeggen ik zou nooit vegan kunnen worden. En dan meestal gevolgd door maar bacon. Nu is het natuurlijk zo dat je hier gewoon geen reactie op kan geven. Wat in sommige situaties ook gewoon het beste is. Gewoon doen alsof er niks is gebeurd en ergens anders over beginnen. Of misschien twijfel je er zelf nog wel over of je wel vegan zou kunnen worden. Maar dan spreek ik je aan het eind van de vegan challenge nog wel. Als je gebombardeerd bent met alle lekkere recepten en tips en tricks. Want ik denk dat je er dan minder over zal twijfelen. Maar hoe zit dat nou met het niet vegan kunnen worden? Er zijn volgens mij twee redenen waarom mensen volgens hunzelf niet vegan zouden kunnen worden. De eerste is omdat ze vlees te lekker vinden. En het tweede is omdat het te moeilijk zou zijn. En op dat eerste zeg ik altijd, vind je nou echt je smaakpapillen belangrijker dan iemand anders zijn leven? Als jij je vlees zit te eten, geniet je daar hooguit 10 minuten van. Waarschijnlijk zelfs nog minder, want meestal geniet je alleen echt van de eerste paar happen en daarna niet echt. Dus laten we zeggen 10 seconden. Voor dat dier wat op je bord ligt, is het zijn hele leven. Daarnaast zijn er zoveel alternatieven die net zo lekker kunnen zijn. Dus je hoeft er eigenlijk helemaal geen smaak voor op te geven. En wat ik van veel mensen heb gehoord en zelf ook heb ervaren, is als je vegan wordt dat je opeens met veel meer eten gaat experimenteren. En veel meer nieuwe dingen ontdekt. Waardoor je maaltijden eigenlijk alleen nog maar rijker aan smaak gaan worden. Voor dat tweede, omdat het lastig is, kan ik niet 100% ontkennen. Per definitie beperk je jezelf in het veganisme door een aantal producten links te laten liggen. Dus soms is dat wel lastiger, ja. Maar uiteindelijk, als je echt weet waar je het voor doet, als je dat doel in je hoofd houdt, dan wordt het zoveel simpeler. Daarnaast kan je het jezelf natuurlijk ook nog makkelijker maken door je gewoon goed voor te bereiden. Jezelf informeren, eten meenemen naar situaties waarin je twijfelt of er een optie voor je zal zijn. Dus uiteindelijk is het echt onzin dat je nooit vegan zou kunnen worden. Iedereen kan het. Dus ga jij het ook doen? I walk with you.